Januari is tot nu toe kletsnat verlopen. Op veel plaatsen is al meer dan 100 mm gevallen, terwijl gemiddeld in januari ongeveer 70 mm valt. Eind vorig jaar, december 2022, is er al heel veel regen gevallen. Dus de bodem was al behoorlijk nat. Het watersysteem was al behoorlijk gevuld. En toen kwamen er in januari toch ook nog wel echt een paar flinke piekbuien overheen. Die ook nog een paar dagen na elkaar kwamen. Dus nou, we hebben een behoorlijk natte maand. Dat wekt natuurlijk meteen de vraag op: kunnen we dit water ook vasthouden voor als we weer een droge periode hebben? Dat lukt voor een deel wel, maar dan kun je het beste vasthouden in de bodem. Omdat we daar, en met name op de hogere zandgronden, eigenlijk een soort watervoorraad dan hebben. Maar als je het in bassins bijvoorbeeld wil opslaan, ja, dan vraagt dat heel veel ruimte. Het is ook wat ingewikkelder. Vaak moet je het water daar dan naartoe pompen. En juist als het droge periodes zijn, dan heb je ook heel veel verdamping. Dus veel van het water wat je dan in zo'n bassin hebt, dat stijgt ook weer op. Natuurlijk is dat wel zo dat we dus nu proberen om in de natte periode water vast te houden, met name in de bodem, voor een deel ook te bergen en dan pas af te voeren. Alleen deze hoeveelheden water, ja, die moeten ook gewoon een deel afstromen naar de rivieren en moeten dan ook het land weer kunnen verlaten. Door de klimaatverandering zal de kans op extremer weer toenemen. Dat betekent langere perioden van droogte, maar ook grotere kans op extreme neerslag. Ja, het water wat je nu ziet om op te slaan, dat geldt bijvoorbeeld op de hogere zandgronden in Brabant en het oosten van Nederland. Daar zie je dat waar vroeger beken eigenlijk heel snel het water weer afvoerden naar de rivieren, dat ze proberen de natuurlijke loop van zo'n beek weer te laten meanderen, waardoor het water een langere weg af moet leggen en meer de kans heeft om weer in de bodem in te trekken. Maar er wordt soms ook met stuwtjes, planken, duikers die dichtgezet worden, wordt het water eigenlijk ook vastgehouden. Dus dat betekent dat het waterpeil in een natte periode, en als het dan ook nog regent, flink omhoog gaat. Maar dat het dan wel de kans krijgt om in de bodem in te dringen. Nou, op dat zowel te veel water als te weinig water proberen we ons nu voor te bereiden. Voor een deel doen we dat in het watersysteem, door water meer vast te houden en het watersysteem daarop in te richten. Maar wat je eigenlijk ziet is dat we ook in de ruimtelijke keuzes die we maken, de ruimtelijke inrichting van Nederland, er rekening mee moeten houden. Dus dat we bijvoorbeeld bij woonwijken niet meer alles naar een riool afvoeren, maar dat we proberen water in waddies, groene gebieden tussen huizen, rustig in de bodem te laten infiltreren. We zullen dus ook moeten nadenken, waar willen we nog gaan bouwen? Doen we dat in de hoger gelegen delen van een polder of in de lager gelegen delen? Dat wil niet zeggen dat je nergens in Nederland meer kan wonen of alleen nog maar in het oosten en in het zuiden. Maar dat je wel moet nadenken, ook binnen die gebieden kun je in de hogere gebieden woningbouw doen en in de lagere gebieden ook weer neerslag opvangen. En een van de discussies die nu ook speelt is, gaan we nog bouwen in de uiterwaarden van rivieren? Betekent dat we rekening moeten houden met nieuwe overstromingen in Nederland? Nou, laten we daar heel eerlijk over zijn. De kans dat dit soort extremer weer gaat optreden, neemt gewoon toe. Dus dat betekent dat we meer te maken zullen hebben met extreme rivierafvoeren. We hebben natuurlijk op langere termijn te maken met de zeespiegelstijging. Maar ook de bui die in de zomer in 2021 in Limburg viel, dat hele weersysteem, ook die kans neemt toe. Dus dat betekent dat we overal in Nederland daarmee te maken kunnen krijgen. Kijk, we zijn ook veiliger in Nederland voor water, voor overstromingen, dan dat we ooit geweest zijn. Maar de opgave wordt tegelijkertijd ook groter. Dus we moeten nadenken, hoe kunnen we en in het watersysteem en in de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke inrichting, dus waar en hoe gaan we bijvoorbeeld bouwen, maar ook hoe gaan we dan eventueel om met schade en accepteren we ook nog wel eigenlijk dat als gevolg van de klimaatverandering we hiermee te maken krijgen. En het begint dan eigenlijk wel bij dat meer mensen zich er bewust van zijn en dat we dus ook de goede keuzes maken nu al om met die toekomstige ontwikkelingen rekening te houden.